Hey guys, vandaag wil ik mijn 5 favoriete doucheproducten op het moment met jullie bespreken. Ik wissel namelijk nogal veel met wat ik gebruik onder de douche. En ik merk dat jullie het altijd leuk vinden om te zien. Dus ik dacht, ik ga het weer eens bespreken. Ik weet ook hoe moeilijk het is om iets uit te zoeken in de supermarkt. Of in de supermarkt, in de drogisterij. Nee, in de supermarkt kan ook trouwens. Maar wat je gaat gebruiken onder de douche, want er is zo superveel. Dus, mijn favorieten ga ik vandaag met jullie bespreken. Laat ik beginnen met dit haarmasker. Wat ik kocht toen ik mijn haar verfde een tijdje terug. Het is inmiddels weer heel erg vervaagd, maar ik had de onderkant van mijn haar al dik rood. Het is nu een beetje koperachtig geworden. Je ziet het nu niet goed, want het zit in de staart. Maar je weet het waarschijnlijk wel, als je gekleurd haar hebt, dat moet je heel goed verzorgen. Want anders dan vervaagt het gewoon echt ontzettend snel. Vandaar dat ik dit haarmasker heb gekocht toen ik bij de kapper was. Dit is het Sebastian Penetré Intensief Versterkend en Herstellend Haarmasker. Deze werd me aangeraden door mijn kapper, echt gewoon ook gericht op gekleurd haar. Het was echt geen goedkoop masker, want hij kostte volgens mij tussen de 25 en de 30 euro. Nou ja, dat is niet goedkoop. Dat is echt best wel duur ook zelfs. Maar ik dacht, oké, ik kon mijn haar gewoon goed verzorgen. Ik ga een keertje een echt heel goed masker aanschaffen. Het beviel me ontzettend goed. Er zijn wel een paar kleine minpuntjes. Er zitten bijvoorbeeld parabenen in, siliconen. Van dat er siliconen in zit, heb ik nog niks gemerkt. Daar wordt mijn haar snel een beetje vettig van. Maar dat is bij deze niet het geval. Ik ben er heel zuinig mee aan het doen, want hij werkt heel fijn. En hij was duur, zoals ik net al zei. Maar dit is wel echt een hele grote favoriet op het moment. Dan een favoriet die je misschien niet aan ziet komen. Dit is de Playboy Generation Full Body Shower Gel en Shampoo. Nou, ik gebruik hem niet als een shampoo, maar ik gebruik hem wel als een shower gel. En dit is een mannen douchegel. Er is iets met mannengeuren wat ik gewoon ontzettend lekker vind. Ik gebruik ook wel eens mannenparfum, gewoon omdat ik het dan heel lekker vind om naar Merch parfum te ruiken bijvoorbeeld. En deze douchegel die ruikt ook heel lekker. Het is wel Playboy, dus het is voor de iets jongere man, vind ik zelf. Het is niet een hele volwassen geur, maar ik vind hem wel erg fijn ruiken. En ik denk altijd van douchegel, dat blijf je vaak toch niet recht ruiken op je lichaam. Dus dan kan ik net zo goed gewoon me lekker hullen in een mannelijke douchegel. En dan ruik ik er daarna ook niet echt meer naar. Ik had nooit verwacht dat ik een product van Playboy in mijn favorieten zou laten zien ooit. Want ik hou over het algemeen ook niet zo heel erg van hun parfums. Maar deze bevalt me erg goed. En voor de rest, ja, het is een hele simpele showergel. Hij doet wat hij belooft, want hij maakt je gewoon schoon. En daar gaat het om. Maar dit is een erg lekkere geur. Dan heb ik de Lactacide Verfrissende Wasgel. Dit is een wasgel voor je vagina. Dat is ook volgens mij de eerste keer dat ik dit woord zeg ooit in een video. Het is natuurlijk niet goed om je vagina te wassen met normale zeep. Maar soms wil je gewoon wat frisser zijn en voelen dan wat je normaal bent. Dus bijvoorbeeld wanneer je ongesteld bent. Ik zeg maar wat, als je naar je vriendje toe gaat. Als je gewoon je heel lekker in je vel wil voelen. Lekker zelfverzekerd. Ik gebruik dit echt nooit, maar dan ook echt nooit. Maar ik moet zeggen dat ik het de laatste tijd er steeds vaker bij pak. Je hebt daar beneden een pH-waarde en dat heeft te maken met de zuurgraad. En die wordt niet verstoord door dit soort producten, wat wel gebeurt wanneer je normale zeep gebruikt. Dus dat is weer heel fijn. En super verfrissend, want er zit menthol in. En zelf vind ik dat echt heel fijn. Maar als je daar niet van houdt, dan kan je bijvoorbeeld ook de gevoelige huid variant gebruiken. Hier zit weer geen menthol in. Dus als je dan een hele gevoelige huid hebt, dan is het fijner om deze te gebruiken. En wat ik hier ook nog heb, zijn tissues. Nou gebruik ik dit niet op dagelijkse basis, want ik douche gewoon elke dag. Maar je kan bijvoorbeeld wel, als je op vakantie gaat of als je naar een festival gaat of zo, van die tissues gebruiken. En dat is dan heel fijn om eventjes te doen als je bijvoorbeeld niet kan douchen of zo. Of als je bijvoorbeeld een hele lange vliegreis hebt of zo. Of weet ik veel, als je uitgaat. Het kan maar net zijn wanneer je het fijn vindt. Deze staat in ieder geval ook in mijn favoriete lijstje op het moment. En dan tot slot, want het zijn er 5, maar deze horen een beetje bij elkaar eigenlijk. Dit zijn de John Frieda Full Repair Shampoo en Deep Conditioner. Ik heb zo'n staartje in, maar het ziet er zo gek uit als die zo achter me hangt. Omdat die een beetje fluffy is. En dan zie je echt zo'n heel klein beetje haar zo. Het is echt vreemd. Oké, niet naar kijken. Het is een shampoo en een conditioner die er helemaal op gemaakt zijn om je haar te versterken en te herstellen van beschadigingen. Wat mij heel erg aanspreekt bij deze shampoo en conditioner is dat ze mijn haar versterken en ook zachter maken zonder dat ze het verzwaren. Want meestal bij van die hele herstellende shampoos voor beschadigd haar wordt je haar echt super futloos van. Omdat er heel veel verzorgende producten in je haar komen te zitten. En die zijn over het algemeen heel erg zwaar. Maar dat doet deze niet. De shampoo heb ik al ietsje langer. Die gebruik ik eigenlijk al een hele tijd. Ik vind de John Frieda producten ook heerlijk ruiken. En heb ik sinds kort ook het masker en die ziet er zo uit.
Er staat op deep conditioner, maar ik noem het gewoon even masker. Vooral voor gekleurd haar zijn dit hele goede producten ook. John Frieda is niet het meest goedkope merk, maar het is wel een drogisterijmerk en een stuk goedkoper dan bijvoorbeeld die Sebastian maskers. Ik ben in ieder geval heel erg tevreden. Ik was mijn haar met veel plezier hiermee. Ze zijn verrijkt met Inca Inchi Oil. Dat zegt me helemaal niks, maar het zal vast heel goed zijn. En dan waren dit mijn laatste favorieten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden dat ik weer mijn favorieten voor onder de douche liet zien. Ik heb er nog niet echt de kans voor gehad in andere video's, want een aantal video's die online zijn gekomen, die waren ook al eerder opgenomen. Maar even hierbij een bedankje. Dank jullie wel voor alle support rondom mijn single. Ik had niet durven dromen dat het zo'n succes zou worden en dat ik gewoon met regelmaat werd gedraaid op de radio. Dat had ik niet voorzien. Dus dank je wel daarvoor. Ontzettend lief. Ik sta nog steeds elke dag versteld van jullie reacties en hoe goed jullie het nummer hebben ontvangen. Er zijn altijd reacties gekomen van mensen die bang zijn dat ik geen normale video's meer ga maken nu. Natuurlijk ga ik dat nog wel doen. Het zal een mixje worden van muziek en van de normale video's die ik hier maak. Zoals deze video. Dus wees niet bang, mijn kanaal wordt gewoon verrijkt met de muziek die ik nu ook maak en aan het maken ben. Want ja, er komt dus ook nog meer aan en ik ben heel erg excited. Dus nogmaals bedankt en dat was dit de video voor vandaag. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei! Can you tell me a little bit about what this song means to you? Pretty much the idea that everyone's got like a story to tell. Yeah. And a lot of the time you can tell that from reading someone's body. I mean, like...